Op de tweede dag van sale trok een optocht van zelfgemaakte boogjes door de grachten van Amsterdam. Alles wat Drijf mocht meedoen en dat zorgde voor gekke, vreemde en creatieve creaties. Maar hoe heet de optocht nou? Pierma Sociaal Tocht. Pierma Goggeltocht. Pierma Rocktok. Pierma Toktok. Pierma Sociaal Tocht. Nou, dit is dus de Pierre Macello-tocht. Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor deze boot? Dat heeft te maken met onze carnavalsvereniging, de Turftrappers. Dat doen we elk jaar, of om de vijf jaar doen we mee. En we vinden de Pierre Mogogge-tocht een hele leuke tocht. Het is ook om carnaval weer een beetje op het hoogtepunt te brengen in Noord-Holland. Vandaar. Wintersport, daar hoort bier bij. Nou, Pierre Mogogge-tocht is feest. Ook een beetje wintersport. En veel bier. En hoe lang hebben jullie erover gedaan om de boot te bouwen? Twee dagen. Twee dagen hebben we eraan geknoeid met een man of vijf. Nou, mijn adjudant en de vicevoorzitter zijn vanmorgen om 7 uur vertrokken. Die hebben de ballonnen vanmorgen opgeblazen. De zijkant, die hadden we besteld. Dus dat is kant en klaar, dus een uurtje. Zal u blijven drijven? Ik weet het zeker. We zijn het ei al overgekomen, dus dat gaat lukken. Daar hebben we om gedacht natuurlijk. We hebben allemaal blikjes aan boord. Kleine blikjes. En als we water maken, dan hebben ze de opdracht om alles eruit te gooien. Vindt u van alle mooie bootjes? Prachtig, prachtig. Geniet ervan. Schitterend. Jazeker, vonden we mooi, hè? Was je niet bang dat ze allemaal gingen zinken? Want sommigen zagen er wel een beetje gammel uit. Ja. Dat ging goed, hè? Al de lifeguards eromheen, hè? Ging ja. Goed. Het hopen we natuurlijk. En wat vindt u van sail in het algemeen? Schitterend. We maken om de vijf jaar gaan we altijd kijken. Ja, is echt genieten. Cool. Ik probeer echt van iedere dag wat mee te maken. Gisteren de intocht. Aan boord van een klein bootje met vrienden. Vandaag weer met stoeltjes langs de kant met een mooie picknickmand. En dan heerlijk genieten van datgene wat voorbij komt. Ik vind het heel erg leuk. Prachtig evenement. Speciaal voor sale, hè? Zijn we hier naartoe gekomen. Natuurlijk. Hè? Ja. En hoe komt men de dag door? We hebben wat komkommer. We hebben wat witlof. En het witlof wordt een geitenkaasje. Dat pak ik nu. Want wij dopen de witlofstruikjes in de geitenkaas. Natuurlijk. Lekkere rosé. Bij mij zijn met z'n drieën. We hebben twee flessen. Nou, dat moet te doen zijn. Dat is redelijk netjes. En we zijn met de tram.